Dat zijn ze dus, mijn belangrijkste lessen naar aanleiding van vorig jaar. De vier dingen die ik anders ga doen in mijn tweede marathon. Welkom bij vlog 36, die helemaal in het teken staat van mijn laatste voorbereidingen op mijn tweede marathon in mijn leven. En deze vlog gaat over de dingen die ik anders ga doen aanstaande zondag bij de Marathon van Rotterdam. Misschien heb jij er wat aan in je voorbereiding als je hem zelf gaat lopen voor de eerste keer of voor de zoveelste keer. Of misschien zie je mij nu beslissingen maken waarvan je denkt, oh man, dat heb ik ook ooit geprobeerd, dat moet je helemaal niet doen. Laat het dan onmiddellijk even hieronder in de reacties weten. Want dan beter, zoals de titel van de vorige vlog, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het zijn in totaal vier dingen die ik anders ga doen dit jaar. Twee daarvan in de voorbereiding en twee daarvan tijdens de race. Een van de dingen die ik dit jaar hoop te voorkomen tijdens mijn marathon is mijn kleine uitstapje in het Kralingse Bos. Ik weet niet, als je er niet weet waar ik het over heb, kijk vooral nog even terug naar mijn vlog over met het raceverslag van vorig jaar. En ik heb daar wat onderzoek naar gedaan en een van de dingen lijkt te zijn dat je minder vezels moet eten in de laatste 24 uur. Want dan zit er minder vulling, zoals ze dat noemen, in je darmen. En is de kans dus ook kleiner dat er ergens tijdens die marathon aandrang komt om die vulling te lozen. Dus ik heb me voorgenomen om de laatste 24 uur voordat ik start zoveel mogelijk vezels uit mijn dieet te bannen. Dat betekent heel concreet dat ik wit brood ga eten in plaats van bruin brood. Dat betekent dat ik de spaghetti, de pasta op de avond van tevoren om te stapelen, niet volkoren, maar gewone witte spaghetti ga maken. Daarmee hoop ik dat ik lekker goed leeg ben om aan de start te gaan. Tweede ding wat ik anders ga doen heeft ook te maken met voeding, maar dat is tijdens de marathon zelf. Als ik goed luister naar mijn raceverslag vorig jaar hier. En vanaf hier, vanaf de halve marathon afstand tot aan de 25 kilometer, moet ik echt moeite doen om 5:30 vast te houden. Ik krijg ook honger op dat stuk, dus ik heb gelukkig wat repen bij me en ik ga eten. Dan hoor ik dat ik honger krijg en herinner ik me ook pas dat ik zeker de eerste 12 of 14 kilometer helemaal niks gegeten heb. Ik heb daar inmiddels ook wat meer over gelezen, onder andere in dit boek, The Fast Track Triathlete, maar ook online en in allerlei artikelen. En ik denk de denkfout die ik vorig jaar heb gemaakt is dat het sportrustenprogramma gaat natuurlijk erg in op het aanzetten van de vetverbranding in je lijf. Maar het feit dat je lijf goed kan lopen op vet betekent natuurlijk niet dat je niet jezelf moet refuelen. In ieder geval, dat is mijn plan van aanpak dit keer. Dus ik ga structureel op basis van de klok die mij iedere 20 minuten waarschuwt, iedere 20 minuten een gelletje eten. En dat brengt het totaal op zo'n ongeveer 60 koolhydraten per uur. Nou, de literatuur zegt dat je lichaam maximaal 60 tot 90 koolhydraten per uur kan opnemen. Dus ik zit daar mooi aan de onderkant. Ik heb dat uiteraard getest. Ik heb een aantal van die gelletjes ook geproefd. Het is trouwens een helemaal nieuwe gel die niet zozeer zat in mijn eerste geltest, maar die ik gevonden heb via de Facebookgroep Triathlon Liefhebbers, waarin Excel te vinden is, waarin allerlei sportvoeding met elkaar vergeleken wordt. En deze is en economisch goed aan de prijs. En er zit niet alleen suiker, koolhydraten in, maar ook zouten. Dus daarom heb ik voor deze Wiggle Gels gekozen. En laat ik dan zeker op dit moment nog een keer benoemen dat niets in deze vlogs komt tot stand door gesponsorde uitingen of gekregen producten. Ik heb dit gewoon allemaal zelf uitgezocht en zelf gekocht. Het derde ding wat ik anders ga doen is ook tijdens de marathon en met name tijdens de start. Ik heb een aantal weken geleden de halve marathon gelopen in Driebergen, bij de Driebergen lopen, daar heel bewust geoefend met tempo's houden en ook met het langzaam starten en eventueel op het einde versnellen. Nou weet ik niet of ik in de marathon kan gaan versnellen. Ik denk dat er sowieso verval gaat komen, in ieder geval dat verwacht ik. Maar ik ga wel langzamer starten. Het bekende horses in the stable. Hou jezelf terug. Dus we gaan in ieder geval niet starten met sneller dan 5 minuten kilometer. En tot slot, het vierde ding wat ik anders ga doen heeft te maken met dit moment in mijn race vorig jaar. En dan bij kilometer 35 kom je de bocht om en dan kom je op een hele bijzondere plek. Er staan vier grote schermen langs de rechterkant van de weg. Op basis van je startnummer wordt er al dan niet een supportervideo afgespeeld. Nou, die jongen voor mij kreeg een scherm die ging helemaal door het lint, zoals je het hier ongeveer ziet. En toen, bij scherm 3. Gerrit, nog even volhouden. Dit is hem. Ga hem halen. Het laatste stukje. Je kan het.
kan je vertellen, dat is echt emotioneel. Shaki, vanaf deze weg nog een keer super bedankt. Janke. En ik kreeg de geest. Kijk eens even hier bij kilometer 35. Ik kon opeens weer flink doorlopen. Ik heb dat dus vorig jaar niet gedaan. Ik heb er wel een gekregen. En nou ja, je zag hoe bijzonder dat voor me was. Dus ik ga nu op dit moment, as we speak, in deze setting een aantal supportersvideo's opnemen. Voor mensen waarvan ik weet dat ze gaan lopen. Voor mensen die leuke reacties achterlaten op de vlogs, op Strava, in de Facebookgroep. En op die manier mijn steentje bijdragen aan hopelijk heel veel succesvolle marathons aanstaande zondag. Dat zijn ze dus, mijn belangrijkste lessen naar aanleiding van vorig jaar. De vier dingen die ik anders ga doen in mijn tweede marathon. Ik ga geen vezels meer eten in de laatste 24 uur. Ik ga meer gels eten onderweg. Ik ga nog bewuster mezelf inhouden in de eerste helft van de marathon. En ik ga een aantal supportersvideo's opnemen. Als jij nou nog belangrijke tips of lessen hebt uit jouw marathonervaring, laat die vooral hieronder weten. Ik ben heel benieuwd. Want uiteindelijk merk ik toch in deze laatste week, de belangrijkste spier die nu nog onder controle gekregen moet worden, is het hoofd. Dat is ook deel van de pret natuurlijk. Maar goed, dat lijf, dat is getraind. Misschien minder dan optimaal. Maar ik ben hartstikke fit, zeggen alle data. Ik heb aan de ene kant mentaal ook echt wel vertrouwen. Ik heb het natuurlijk vorig jaar ook gedaan. Vorig jaar ging ook niet super, maar het komt toch wel goed. Dus ik ga met veel zin en veel plezier aan de start zondag. Maar oi, 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 de nachtmerries, de dromen, de overgevoeligheid. Oh, mijn kuit, oh, mijn enkel, overal zitten opeens pijntjes. Ik word er helemaal gek van. Maar ja, ik weet inmiddels, dat zit allemaal tussen de oren. Hoort erbij, deel van de voorpret. We gaan zondag gewoon lekker op tijd naar Rotterdam. Nou, dat is nog wel even een tip. Iets wat gisteren voorbij kwam in de Rotterdam Marathon Deelnemers Facebookgroep. Hoe kan ik dat linken? Nou, ik zet het wel even in de omschrijving. Een radioverslag van 5 minuten van de start van de marathon van vorig jaar op Radio Rijnmond. Nou, echt jongen. Misschien was het omdat ik erbij was, maar kippenvel al over, traantjes achter de oren. Het is Ruud van Os die daar zo ongelooflijk mooi beschrijft hoe die laatste minuut voor de start in die eerste minuut daar staat. Nou, klik even op de link hieronder in de omschrijving en luister en geniet. Het is een mooi onderdeel van de voorpret. Tot zover vlog 36. Als je het leuk vindt om mijn reis te volgen in de wereld van marathon, triathlon in Nederland en alles wat ik daarin tegenkom, abonneer je dan nu op mijn kanaal. Als je het leuk vindt om te zien waar en hoe ik train, zoek mij dan even op Strava. Ik volg jou altijd terug en dan trainen we virtueel samen. En ik hoop jou weer terug te zien, ofwel aanstaande zondag langs de kant van het parcours, ofwel ergens Facebook, YouTube, Strava in de reacties. Of anders in een volgende vlog. Ajoe!